Oh, beste medevissers, we zijn vandaag aan het Schulensmeer. Prachtige locatie om te vissen, samen met Glenn. Glenn, vorig jaar was jij nog Belgisch kampioen karpervissen. In welke discipline precies? Kun je daar wat uitleg over geven? Vorig jaar was ik Belgisch kampioen in het karpervissen met de vastengel. In elke discipline die het eerste keer werd georganiseerd. Omdat we in het verleden wel al Belgisch kampioenschap hebben met de vastengel, kanaal, feeder, verschillende disciplines. Maar voor het karpervissen met de vastengel was dat eigenlijk het eerste seizoen, het eerste jaar dat dat werd georganiseerd. Ik was er gelukkig om dat eerste jaar te kunnen winnen natuurlijk. Hallo, ik ben Glenn Fransen en dit zijn mijn 3 gouden tips. Wat ik bedoel met de strakheid van de hengel is vooral voor de visserij, ik doe de commercial visserij, is het heel belangrijk om een strakke hengel te hebben, want die ga je vooral voor 2 grote belangrijke punten eigenlijk helpen op die visserij. 1. Hoe strakker je hengel, hoe gemakkelijker het is om je dobber onder controle te houden, omdat we op karper redelijk veel met een kort slagje vissen en dus niet altijd gemakkelijk is om die dobber goed bij te houden. En met een strakke hengel gaat dat gewoon veel gemakkelijker. En anderzijds, hoe strakker je hengel, hoe gemakkelijker je hengel hanteerbaar is in de wind. En hier in België toch altijd veel slecht weer, dus met regen en wind. Dus een strakke hengel heeft daar enorme voordelen mee. Nu, als je in de winkel een hengel in je handen hebt, hoe kun je dan precies voor jezelf vaststellen of het een goede strakke hengel is? Je moet eigenlijk een beetje verschillende hengels naast elkaar leggen. En op een viskist zetten is volgens mij nog altijd de beste manier. Je neemt die hengel in de hand en je slaagt eigenlijk heel lichtjes aan en dan ga je vooraan het verschil kunnen zien. Een strakkere hengel die gaat mooi in één lijn eigenlijk recht omhoog gaan, terwijl een minder strakke hengel ga je zien dat er ongeveer rond deel 3, 4 of 5 een echte buiging in zit. Dus het is vooral bij het aanslaan op verdere lengte dat je goed kan zien of je hengel heel strak is of minder strak is. Je mag niet enkel kijken puur naar het gewicht, omdat je hebt bijvoorbeeld 2 hengels die allebei op 13 meter 950 gram wegen, maar de balans, dus het gewicht in de hengel, kan volledig anders liggen. En dan komen we eigenlijk terug bij type 1, de strakheid. En daarmee is het heel belangrijk van, kijk wel naar dat gewicht, maar pak die hengel effectief vast, want het kan zijn dat die balans in die hengel gewoon volledig anders ligt. En een tweede punt rond het gewicht van de hengel is heel belangrijk, omdat pak 2 hengels van 13 meter, de ene weegt 800 gram, de andere weegt ongeveer 1 kilo. Het grote verschil natuurlijk is het gewicht in carbon in die hengel. En aangezien dat we toch op commercial visserij aan het vissen zijn en vissen tot met momenten zelfs 5 tot 10 kilo en zelfs groter willen vangen, dan moet er ook wel wat body in die hengel zitten. Vandaar dat ook wel het gewicht belangrijk is, omdat we die vissen toch graag kunnen landen zonder brokken te hebben, om het zo te zeggen. Dus balans ligt een klein beetje gelijk met de strakheid die we ervoor hebben gezegd. Maar ik bedoel daar vooral mee dat we gaan kijken naar het gewicht van die hengel. Is die sterk genoeg om die grote vissen te kunnen vangen? En is de hengel toch in balans om strak genoeg te zijn om perfect op lengte te kunnen vissen op die kerpers? En opnieuw in de praktijk, Glenn, als je een hengel vast hebt in de winkel, hoe kon je dat dan ter plaatse vaststellen of die daaraan voldoet? Ik denk dat dat een klein beetje gelijkaardig is met de strakheid. Omdat dat toch een beetje gelijk hangt, die strakheid en die balans. Dat is, neem die hengel in de winkel op een viskist, hou die vast en je gaat vooral kijken, pak 2 hengels met hetzelfde gewicht, leg ze naast elkaar en je gaat zien dat de ene de balans veel meer van achter ligt, waardoor je voelt dat je meer gewicht in je handen hebt. Terwijl een andere hengel kan zijn dat die gewoon veel meer uitgebalanceerd is, waardoor hij natuurlijk strakker is. En dan gaat hij veel lichter aanvoelen, terwijl dat hij eigenlijk hetzelfde gewicht heeft. Dus neem gewoon die hengel in je handen en je gaat echt het verschil voelen tussen beide hengels. Met de afwerking van hengel bedoel ik vooral dat je eigenlijk ten eerste een compleet pakketje kunt kopen. Dus een hengel met wat extra topkits, eventueel wat extra delen, zodat je eigenlijk toch naar alle wedstrijden in België of zelfs in het buitenland kunt gaan en eigenlijk met heel het pakket kunt toekomen om die visdagen door te komen. Anderzijds vind ik het ook heel belangrijk dat de topkits volledig zijn afgewerkt met een inbus vooraan, een poolaroller die er volledig is in gemonteerd, waardoor je eigenlijk enkel je elastiek nog moet steken en je kunt beginnen vissen. En anderzijds, de bussen die toch wel afzien uiteindelijk, dat die stevig genoeg zijn, dat er eventueel neuscones in zitten die ervoor zorgen dat de slijtage van je hengel veel minder is en je hengel dus veel langer kan gebruiken.
En wat ik persoonlijk ook wel heel leuk vind aan een hengel qua afwerking, is dat hem heel vlotjes door je handen glijdt en een eerder een matte look heeft en niet te veel flashy kleurtjes. Ik vind een design dat een matte look heeft met een simpele kleur er veel mooier uitziet dan die hevige kleurtjes. Zo Glenn, van harte bedankt voor deze drie gouden tips. Maar als je nu zelf op de huidige moment een hengel zou moeten aanbevelen, welke zou dat dan zijn? Oh, ik denk momenteel dat er hele mooie hengels op de markt zijn van alle merken. Ik denk dat het heel belangrijk is om zelf aan te voelen welke hengel je graag wilt natuurlijk. En dat je ze ook naast elkaar legt om te voelen van welke is voor jou ideaal voor de visserij die je wil gaan doen. Anderzijds natuurlijk, ik ben een Matrix fanaat, ik ben een Matrix visser. En als ik één hengel zou aanraden, dan is het voor mij de Matrix MTX V2, de 2 hengel. Persoonlijk vind ik dit een hengel die zich leent voor alle visserijen hier in België, ook commercial visserij. En is een hengel die inzetbaar is van topkit tot en met 13 meter. En eigenlijk al die soorten kerpervisserijen, kleine kerpers, grote kerpers, perfect aan kan. En ook wel onder een budget blijft van 1000 euro, wat ook heel belangrijk is, omdat iedereen let wel een beetje op de centjes, denk ik. Dus we gaan niet allemaal hengels kopen van 2000-3000 euro. Dus ik denk dat dit een hengel is die binnen het budget van veel mensen past. En ook binnen de visserijen die iedereen kan beoefenen. Ik ben hier vandaag aan Schulesmeer op pad geweest met de Yves. Een superleuk dagje. Wel met veel wind, kan geen kwaad. Maar vergeet jullie zeker niet te abonneren, want er komen nog heel veel leuke video's aan met collega's van mij. Tot ziens!